Mijn man die 6 jaar geleden overleden, plotseling. En dan krijg je 's avonds om 9 uur 2 politieagenten aan de deur. Dan komen ze binnen en dan krijg je te horen. Maar dat is in 1 keer kletsboom en dan ben je alleen, terwijl je altijd alles samen deed. We gingen op vakantie 3 keer per jaar. Daar hebben we heel veel van genoten. Dat was gewoon hartstikke mooi. Dat is ook allemaal weg. Het beeld bellen, dat geeft mij gewoon een stukje rust. Want dan zie je dus ook iemand waar je, die zie je op het beeld, kan je mee praten. Dat is weer anders dan door de telefoon. En dat is gewoon fijn. Hoe gaat het? Goed. Ja? Het is mooi weer buiten, dus we hebben weer geluk. Nettie belt mevrouw Lokum 3 keer per week om te vragen hoe het met haar gaat. Gewoon omdat ze zo nu en dan geruststelling nodig heeft. Nettie biedt een luisterend oor. En houdt meteen de gezondheid van mevrouw van Lokum in de gaten. Wel zo veilig. Ja, dankjewel. Ik heb een horloge om. En die kan precies zien mijn hartslag en mijn bloeddruk volgens mij. En ja, nog meer dingen, maar daar verdiep ik me nooit zo in. Maar als er met mij wat gebeurt, dan kan ik, en ik kan zelf niks, kan ik op die knop drukken. En dan gaat het alarm af. En dat geeft gewoon een stukje vertrouwen.